Soil, dat staat voor Surinaamse ontwikkeling aan de innovatieve landbouw, wil helpen om kleine en middelgrote ondernemingen op te zetten. Deze kunnen op moderne wijze landbouw uitoefenen en gewassen en voeding produceren die aan de internationale eisen voldoen van het voedselveiligheidssysteem HACCP en Global Gap. Soil werkt voornamelijk vanuit Marwijnen. Soil ziet graag dat er een moderne landbouweconomie opgezet wordt ter vervanging van bijvoorbeeld de bauxiet-economie. Dat was dan ook de reden voor het houden van een presentatie op de ondernemersavond van de KKF gisteravond. Jan-Willem Sautorius, medewerker van Soil, hield een presentatie getiteld De toekomst van Marwijnen, droom in werkelijkheid. Hij ging daarbij in op de verschillende projecten die de afgelopen jaren in Mungo zijn uitgevoerd. Ik heb hier een kaartje van Mungo. Bovenin is Mungo. U ziet de La Providencia school langskomen, de Sint-Theresa school, de Baronschool. Op de Baronschool hebben we het Centrum voor Techniek en Ondernemerschap opgezet. Want de school is ontzettend gegroeid. In de afgelopen 10 jaar is de school van 300 leerlingen naar ruim 800 leerlingen gegroeid. Dus in die 10 jaar is dat een flinke verandering. Soil heeft dus op de Baronschool het Centrum voor Techniek en Ondernemerschap. Maar heeft ook een perceel van 42 hectare op een massa onderen beschikbaar, waar landbouwactiviteiten kunnen worden ontwikkeld. En we ondersteunen de afgelopen 2-3 jaar nu meneer Hendrik Pinas, dus een boer die daar ongeveer 5 hectare heeft. Wat ik net aangaf, Centrum voor Techniek en Ondernemerschap, is gelegen op de Baronschool. En waarom? Omdat dat is straks echt een broedkamer van rond de 800 studenten die het bedrijfsleven ingaan, of zelf het bedrijfsleven worden. Als je die studenten ondernemerschap kan aanleren, zelfredzaamheid kan aanleren, zou je hier ook vervolgopleidingen kunnen gaan aanbieden, zoals een NATIN, zoals een PTC, een ADEC, of via distance learning vervolgtrajecten kunnen aanbieden. Soil-medewerker Sautorius. Hij verzorgde namens Soil-voorzitter Dennis Tjunachoy de presentatie. Kaylee Timmermans, derdejaarsstudent van de Haas Hogeschool met de richting Voedingsmiddelen Technology, hield een inleiding over Podocyri. Tijdens het onderzoek zijn haar enkele zaken opgevallen. De hygiëne, het is niet zoals wij in Nederland het gewend zijn. Er wordt eigenlijk geen gebruik gemaakt van reinigingsmiddel, eigenlijk alleen lauw water. Dus de machine waar de Podocyri in wordt gemaakt, die wordt alleen schoongemaakt met lauw water, niet met zeep, omdat dat volgens de producent in het sap terecht kan komen. Wat me verder ook opviel, dat de ruimte ook helemaal compleet open was. Er werd geproduceerd onder een afdak. Dat heb ik niet op de foto kunnen vastleggen, omdat je dan te veel van de productieruimte ziet. En ik denk niet dat de producenten het zelf erg fijn vinden. De open ruimtes kunnen ook snel micro-organismen het sap besmetten en er kan van allerlei vuil in terechtkomen. Wat me verder ook opviel was, handen worden niet goed gewassen. Ze worden eigenlijk gewassen met het waswater van de bessen. En vervolgens wordt er gewoon verder aan het sap gezeten zonder dat je handen echt gedesinfecteerd zijn. Iets anders wat ook wel erg belangrijk is, is dat er gebruik wordt gemaakt van houten zeven, zoals jullie daar in de hoek zien. Deze houten zeven die kunnen bij slijtage gaan splinteren, wat in het sap terecht kan komen. Ook zijn deze zeven erg zwaar. Dus je kunt ze niet lang oppakken om het er doorheen te schudden. Je moet echt met je hand met het sap er doorheen gaan duwen. En omdat je met je hand erin moet, komt er ook sneller contaminatie in het sap. Wat me verder ook opviel was tijdens het productieproces dat de zaden in de Podocyri worden soms te lang doorgedraaid in de machine. In de machine zitten allemaal kleine, noem maar scheermesjes, die kappen de schil van de Podocyri af. Maar wanneer het te lang blijft ronddraaien in de machine, dan, zoals jullie hier ook zien, dan neemt hij ook de vezels mee van het zaadje. Kaylee Timmermans, die als opdracht had de kwaliteit van het productieproces en het verbeteren van de verpakking waar de houdbaarheid ten goede komt. Na de presentaties bestond de gelegenheid tot vragen stellen en de aanwezigen hebben daar goed gebruik van gemaakt.